Dag, dames en heren. Ja, vooral veel soms opkomsten en ondergangen. Ja, die worden mij deze dagen toegestuurd. Niet zo verwonderd natuurlijk ook met het heldere weer. En we beginnen met een foto van Erik Rozenboom uit Kinderdijk. Moet je eens kijken, zo zag het er vanochtend uit. Een prachtig plaatje. Wel een vochtige atmosfeer. Ja, dat vocht dat slaat aan natuurlijk op de wegen. En dan krijg je verraderlijke gladheid. Ja, heel normaal natuurlijk in het winterseizoen, maar wel altijd even wennen voor heel wat mensen. Nou, de volgende foto mag hij ook zeker zijn van Cita Sluimer uit Barendrecht. Nou, die maakte deze schitterende foto. ...aan het Waaltje. En zo heb ik nog veel meer van dit soort foto's binnengekregen. Nou, de komende nacht ja, blijft het gewoon helder weer in het Rijnmondgebied. Er zou een mistbankje kunnen ontstaan, misschien een klein beetje nevel. De temperatuur die varieert van ongeveer plus 1 graden vlak aan zee. Nou, diepe landinwaarts al snel rond het vriespunt. En in de oostelijke helft van de regio temperaturen tot min 3 graden. Nou, klein beetje vocht kan er al voor zorgen dat het opnieuw... Verraderlijk glad wordt. He, ook op voetpaden, fietspaden. Op afritten, bruggen, viaducten. Dus pas u heel goed op in het verkeer in de ochtend. Ja, en dan morgen overdag. De donderdag is een mooie dag. Het is zonnig en droog. Temperaturen een graad of 5. En daarbij een matige wind. Windkracht 3 uit het zuiden. Een vrijdagperiode met zon. Dus er komt al duidelijk meer bewolking. Smiddags 4, hooguit 5 graden. Blijft erbij droog. Zaterdag een zwakke storing met een klein beetje regen. Bij een temperatuur van een graad of 8 al. Zondag tot de avond droog, een graad of 7. Misschien een streepje zon. En maandag volgt de volgende storing. Pas in de loop van de dag overigens. Tegen de avond met een klein beetje regen. En u ziet het. Temperaturen oplopend naar nou, ongeveer een graad of 9. Nou, tot slot nog deze mooie foto van Rick. Mede uit Spijkenisse. Een prachtig avondrood. Nou, u weet het ondertussen wel. Maar als u het niet weet. Vertel ik het toch nog maar een keer. Mooie weerfoto's graag naar weerfoto.rijmond.nl. Prettige dag nog. Graag tot morgen.